wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Dit gaat verder dan vriendschap, toch? Of ben ik alleen maar een tussendoortje? Moet je gewoon af en toe even met iemand zoenen omdat je vriendje in de bak zit? Laat zo hier buiten. En jij haalt hem er steeds bij. Ik word er helemaal gek van. Wat ik nu met hem heb, dat wil ik gewoon niet kwijt. Samen heb ik een ideetje bedacht. Of het een eikel is, dat interesseert me niet. Ik hoef geen relatie met hem. Maar waarom wil je dan dat hij hier komt? We moeten toch op zijn minst een biertje met elkaar drinken voordat we met z'n drieën het bed induiken. Ja, en het wordt een fotoboek met iedereen die die mist. Dus mag ik? Ik sta niet zo goed op foto's. Dat denkt Sil vast heel anders over. Ja, oké. Okay. Zo, dat ziet er goed uit. Het is voor Sil. Oh. Ja, omdat hij me zo mist en ik hem. Ja, dan ben je goed bezig. Hey, mag ik een biertje? Je bent net op tijd. Dames en heren, laatste ronde. Ik ben moe. Ga je mee? Wel de slechte foto's wissen en bedankt voor het eten, ja. Doeg. Dag. Hoi. Oh, wat is het toch een plaatje. Kijk wat leuk, hè. Mm. Ja, leuk. Ja. Ik wil Sil graag spreken. U weet hoe ik dat kan regelen, toch? Goede tijden, slechte tijden. Jij wil echt dat wij samen met hem naar bed gaan? Ja, jij niet dan? Nou, wie zegt dat hij daar ook voor in is? Dat zie ik gewoon. Moet je hem nou zijn best zien doen? Jij ziet een hoop zonder dat er iets gezegd wordt, hè? Dat is een gave. Stel je nou voor. Hij, jij, ik. Bekend en toch onbekend. Schatselijk spannend. Mijn wiskundeleraar vindt differentiaalbreuken het spannendste wat er is. En als ik daar morgen ook eindelijk eens een voldoende voor haal, is ook mooi meegenomen. Dus voor mij geen triootje. Maar een solootje. Heb ik iets verkeerds gezegd? Die jongen die betekent niets, gewoon een speeltje, meer niet. En ik heb morgen ook alleen maar een toets. En ik wil mijn kop erbij hebben. Ik bel je wel, oké? Okay? Ja, maar... Ik dacht dat jij Sil nauwelijks kende. Wat lief. Ja, ga anders volgende week met mij mee. Nou, ik wil hem liever alleen spreken, zeg maar. Jongens onder elkaar. Oh. Ja. Oh, dus er is een specifieke reden dat je hem wil spreken. Want Sil is momenteel heel kwetsbaar. Hij heeft het heel zwaar daar. Hij moet het echt uit zijn tenen halen om positief te blijven. Dus misschien kan ik jou helpen. Nee, ik wil hem echt zelf spreken. Het gaat over Ricky. Wat is er dan met hem? Daar kan ik dus niks over zeggen. Maar misschien heeft u een telefoonnummer waar ik hem op zou kunnen bereiken. Jawel. Ja. Maar speelt er iets tussen jou en Ricky? Hebben jullie ruzie gehad? Nee, laat maar. Ik vond het dan niet vreemd dat ze net zo snel weg wilde toen jij binnenkwam? Ik moet ook weg. Bedankt. Maar ik kan het je... Het is echt heel raar. Hij wil Sil spreken. Hij zegt niet waarom. Het gaat over Ricky. Gedoe met die jongelui. Ik zou me er niet druk om maken. Ik wil niet ongastvrij zijn, maar ik wil graag in bed. Tuurlijk, sorry. Maar Ricky was toch wel vrolijk de hele avond? Maak je geen zorgen, er is niks aan de hand. Oké, betalen we de platen. Ja. Slaap lekker. Tas vergeten, sleutels vergeten. Een borrel. Ik ben gesloten. Heel goed. Doe maar jenever met ijs. Ja, die hoort aan de kapstok en die in het mandje bij de voordeur. Dat is alleen als ik me goed voel.
Geen Edwin? Kunnen we het misschien ergens anders over gaan hebben? Nee. Heb jij Nina vanmiddag gezien of gesproken? Het schijnt dat ze eventjes langs is geweest voor een recept van Rosa of zoiets. Als ik zeg dat we het ergens anders over moeten hebben, dan moet je juist doorvragen. En lief zijn. En direct doorhebben dat ik me echt ontzettend rot voel. Het gaat de hele tijd al over Nina, maar hallo, ik ben er ook nog. Ja, ja, schat, ja. Edwin die heeft genoeg van me. Heeft hij dat gezegd? Nee, natuurlijk niet. Maar dat voel ik gewoon. Heeft het met Anton te maken? Nee, dat lijkt allemaal opgelost. Kortom, alles is goed en het saaie leven dat is begonnen. Hij had zelfs een smoes bedacht om eerder naar huis te gaan. Een wiskundetoets. En toen wist ik het zeker. Ik ben hem kwijt. Nou, maar schat, dat kan toch ook gewoon zo zijn? Hij neemt zijn school heel serieus. Sorry, jongen, maar als je kunt kiezen tussen mij of formules met weet ik wat voor breuken, dan... Maar luister, lieverd. Als Edwin echt genoeg van je had, dan was hij toch al eerder afgehaakt. Hij heeft niet bepaald een makkelijke tijd achter de rug. Nou, misschien had hij daarom geen tijd om over ons na te denken. En nu er helemaal niks ingewikkelds meer is. Ja, maar nou luister, je kunt ook problemen zoeken die er niet zijn, hè? Nee, maar niet serieus. Jawel, maar ja, je moet jezelf niet gek maken. Een beetje vertrouwen hebben in Edwin. Hij is dol op je. Dat is echt niet zomaar weg, hoor. Schatje. Ja, nou. Ik wou gewoon liever thuis slapen. Je moet natuurlijk doen wat je wilt. Hebben jullie ruzie? Mam. Eerst wil je heel graag bij Lucas zijn en nu opeens niet meer. Ik was gewoon vergeten dat ik een toets heb morgen. Nou, wil iemand wat te drinken? Nee, dank je. Ik ga naar bed. Ik hoef niks, dank je wel. Maar lieverd, als er iets is, kun je natuurlijk altijd met ons over in bed. Oké, sorry. Heel fijn dat u dat wil doen. Sjoerd Bouwhuis is de naam. Ja, heeft u mijn nummer goed opgeschreven? Ja, klopt. Dank u wel. Tot ziens. Dat klonk serieus. Ja, is niks bijzonders. Ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten in de gevangenis waar Sil zit. Moet je niet bij Lucas zijn? Nee, ik heb morgen een toets. Oh, dat is het. Waarom wil jij Sil spreken eigenlijk? Jullie kennen elkaar toch niet echt? Nu ben jij de beurt, broertje. Nou, ja. Zeg, ik ben gewoon ontzettend begaan met mijn jongens. Ik wil graag dat het goed gaat met jullie. Dat is niet nodig, man. We zijn volwassen. Nee. Ja, ik hoor het al. Goed. Nou, ik ga ook maar naar boven. Maken jullie het niet te laat? Nope. Rusten, man. Wat rusten. Heb je echt een toets morgen? Nee. Hey, is alles wel oké? Dat weet ik nog niet. En jij? Ja, dat weet ik nog niet. Nou, zullen we dan gewoon een filmpje kijken? Ja, dat is een goed idee. Jij werd echt rood tot achter je oren toen hij binnenkwam. Dat was omdat Laura foto's stond te maken. Waarom doe je nou zo moeilijk? Ik bedoel, je kan het nog zo lang over sale hebben, maar... Je wil gewoon Sjoerd. Oh, wil ik me afvragen of je nog een kans maakt? Je was nog een bitchie tegen hem. Het is voor Sil, omdat hij me zo mist en ik hem. Was ik te erg? Nou, hoe lang kan je zo eens blijven ontkennen? Ik maak er echt één grote puinhoop van. Ja. We hebben gezoend. Wat? Maar ik wil dat je je mond houdt. Was het fijn? Sil mag dit nooit weten komen. Vond Sjoerd het fijn? Beloof het. Zoenen, dat betekent gewoon iets. Niet. Je hebt een vriendje in de gevangenis en je zoent met een ander. Mag ik als vriendin toch best vragen stellen? Het was een vergissing. Dat ben je niet. Dan ben je echt een ongelofelijke trut. En dan speel je met hem. Wel zoenen, niet zoenen, wel aardig, niet aardig. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Nou, dat doe je wel. Ik kan Sil toch nu niet in de steek laten? Dat heb je al gedaan toen je met Sjoerd zoende. Dat is niet erg, want dat soort dingen gebeuren.
zou zeggen, ga er gewoon lekker voor. Ja. Is voor iedereen het beste. Als leerlingverpleegkundige moest je opboksen tegen die arrogante co-assistenten. Oh, op zaal lukte dat niet, maar in het café wel. Jij kan er anders ook wat van. Toch ben ik eigenlijk helemaal niet zo. Hoe niet? Nou, aan de bar hangen met de vreemde vrouwen boven een glas. Oh ja, nee, dat dacht ik al. Nee, jij bent meer het gewetensvolle, hardwerkende typetje. Ja. Hm? Ja. Op tijd naar bed. Slaap je in een pyjama? Ja, ja, zeker zo'n gestreepte. Nou, dit is toch helemaal niet erg? Is lekker warm, toch? Dan valt er tenminste nog wat uit te trekken. Zeg jij altijd zomaar alles wat in je opkomt? Ja. Hé, maar jij hebt het hier aardig voor elkaar, zeg. Of is dit café niet voor jou? Ja. Ik had eerst een reclamebureau samen met mijn broer, maar... Toen ben ik hier begonnen te koken en toen wist ik ineens, ja, dit is mijn passie. Een passionele man. Ik kom je niet vaak tegen. Wat is jouw passie? Ook koken. Ja. Ja, als ik wakker word is het eerste wat ik aan denk, een recept. Ja, en daarna ga je verder zoeken. Ja? Ja? Nou, dat ene kookboek, nou, voordat je dat hebt gevonden, is je dag alweer voorbij. En nou kom je regelrecht uit de nachtdienst? Ja. En thuis is er niemand die op je wacht? Probeer je er nou achter te komen of ik een relatie heb? Nee. Sorry. Sorry. Het gebeurt me nou altijd. Ik ben ook veel te impulsief. Niet dat ik zomaar altijd met iedere man zoen, hè, maar... Nee. Zoals je net keek. Ja, ik moest het gewoon doen. Ja, heb ik gemerkt. Het spijt me. Jij bent zo aardig en daar maak ik misbruik van. Nee, maar ik ben wel eens slechter gekust. Meen je dat? Laten we er geen probleem van maken. Ik bedoel, het is precies wat je zegt. Het was een impulsieve actie. Ja. Ja. Hoeveel krijg je van me? Je zou me beledigen als je nou ging betalen. Ook als je wegging dan. We nemen er nog geen en vergeten we het. Ja? Nee. Nou, beter van niet. Ik heb ook nog niet gegeten. Ogenblikje. Ga zitten. Het is niet zo heel veel. Lucas, kom eens naar beneden. Nee. Lucas. Ik hoef geen eten. Maar kom nou naar beneden alsjeblieft. Wat is er nou toch? Oh, hey. Hey. Moest jij net heel vroeg op school zijn? Ja, dat was een smoes. Maar ik wil eerlijk tegen je zijn. Ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Zeg het maar. Je bent op me uitgekeken. Natuurlijk niet. Maar ik vraag me wel af of wij bij elkaar passen. Jij wil volgens mij iets heel anders dan ik.